bij een nieuwe vlog. Ik zit in het vliegtuig. Ik ga namelijk met Kelly, Vadim en Rida, die komt morgen. Gaan we naar Dubai. We blijven daar lekker tot na het nieuwe jaar. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik wil echt even rust. En niet van die stedentripjes, maar gewoon lekker bij het strand liggen. En I'm very excited. Ik zit al op mijn plek. Als het goed is, gaan we zo opzijgen. En ja, go enjoy. Ik heb mijn Alexander Wang pak aan. In het grijs. Ik heb deze ook in het zwart. Ik krijg hier echt veel vragen over. Maar dit is van Alexander Wang. En hij was niet heel duur. Volgens mij was deze bij elkaar €430. Voor onder- en bovenkant. Maar hij zit super lief. Goedemorgen iedereen. Nieuw video. Want gisteren waren we aangekomen. We slapen bij de Mandarin. En we gingen echt om 4:30 pas slapen. Ik wou nog uitpakken. Het was echt heftig. En wij gaan nu ontbijten. Ik denk dat ik echt zin heb in een verse salade. En obviously some fruit. Ik wil lychee. Oh my god, kijk hoe cute. Een gluten-free area. So many options. Skipping. Royal breakfast. Wij hebben net even bij het strand gelegen. En we gaan nu even sporten. Is nodig. Ik ga cardio sessie doen en een beetje buik. En misschien pak ik een beetje benen mee. Oké, guys, we hebben gesport en we gaan nu even heel snel iets eten. En ik ben bij mijn favorite plek. Dat is bij Tasha's. Ik zit nu al echt helemaal te reminissen wat ik wil nemen. Gaan jullie voor wat zwaarders of licht? Ik denk dat ik het pasta. Nee, sowieso niet, dus het pasta. Ik heb een salade met chicken en I have the bloemkool bite. En Kel en Vat hebben beide pasta. We hebben vandaag echt veel slaap ingehaald. We zijn gisteren teruggekomen van Roberto's en gelijk KO gegaan. Kel is al op de treadmill. Ik ga er nu op. Ik heb hier zo'n grote puist gekregen. I can't. Maar ik ga eerst even een banaantje nemen. Deze gym is zo cute. Ze hebben van die homemade granola bites en een banaantje of een mandarijntje. Vers water. En water met de citroen en munt is ook een vibe. En eventueel koffie. But I love this. Hola guys. Wij zitten in de auto. Kel zit naast me. Wij gaan Ramona even ophalen en dan gaan wij lekker lunchen. Ik ben helemaal aangekleed, maar ik laat zo even zien wat ik aan heb. En het is perfect weer om even lekker naar de mall te gaan, want de zon schijnt niet zo. En deze puist hier is doing okay. Nou, wij zijn bij Novikov Café in de mall. En heel toevallig zijn ze net begonnen met de fonteinshow. So, I'm a be a tourist en film it voor jou. Maar jongens, kijk hoe druk de mall is. Vandaag, zaterdag, it's crazy. Wij zijn inmiddels aan het toetje beland. Crème brûlée en cheesecake passion fruit. Goedemorgen iedereen. Het is een nieuwe dag. Wij zijn opgestaan, even aangekleed. Wij gaan nu heel even ontbijten. Vroege lunch doen bij Tasha's en dan gaan we naar. Wij gaan nu eten bij Tasha's en ik heb ei met avocado en berry oats. Maar nee, berry, banana oat, wat zeg ik? En Kel heeft ook ei en acai bowl en Valt heeft mushrooms. Alleen ik vind deze portie een beetje groot. But I'm gonna start with my eggs. Guess who's here? My bestie wife. Your favorite. Maar wij zijn in plaats van naar Dubai Mall geweest naar Dubai Hill Mall. En daar is het iets kleiner en iets fijner ook. Want Dubai Mall is nu echt een chaos. Because it's Christmas and everyone is there.
En dan zou je echt weer 3 uur lang doen over 2 winkels. It's huge. Dus wij zijn terug in het hotel en ik zie dit staan bij binnenkomst. Volgens mij is dit zo'n kerstkrans of hoe noemen ze dit ook alweer? En like kerststol. Is het een kerststol? Nee, weet ik niet. It smells like rosin en poederstuiker. En een chocoladecakeje. Like I don't celebrate Christmas, but it's cute. It's very thoughtful. For now, I like to hang out in bed. I'm actually so tired. We gaan vanavond bij Koya eten. Arida gaat zich even klaarmaken en dan komt hij naar ons toe. En dan vertrekken we vanuit hier samen. And that's actually it. Ik heb vandaag van die tanning lotion. Nee, wat was het? Niet tanning lotion. Maar ik heb het gisteravond gebruikt. Tanning drops van Collister. Ik zag ze bij Vadim en ik had al echt heel veel gehoord daarover. En ze zaten, er zat zo'n kleine sample, zat bij een perspakket ooit, maar ik heb het nooit echt gebruikt. En van gisteravond dacht ik, weet je wat, might as well use it. Dus ik had heel mijn gezicht schoongemaakt. Had ik een paar van die druppels van die tanning drops gebruikt en daarna gewoon mijn avondcreme. En look, it's giving glowy. Ik heb nu geen foundation of concealer op en I actually really like it. Mijn outfit vandaag was to say the least very comfortable. Dit hele pak is van Antaïr Studios. En Antje verkoopt het merk. Het is een Parijs merk. Het is een Frans merk. De jongens komen van Parijs. But it's cool. It's cute. Gewoon simpele tanktops. En ze hebben mooie joggers. En mooie winterjassen. So, y'all should get yourself one of these. I will catch you guys when I'm getting ready. I'm dressed. En mijn habibi is aan het rijden. En wij gaan nu naar Koya, Vadim en Kelly. Ik heb echt hele hoge platformhakken aan. Let me show y'all. That's why I can't drive. You already know what time it is with these. So, he could drive. I stick it in out of jail, it's not the only time I drop by. You won't break my soul. You won't break my soul. I'm telling everybody. Everybody. Say hi. Do do. Swap on the do. Goedemorgen. Ik ben letterlijk in mijn pyjama en mijn sandalen naar beneden gelopen. Het is best wel vroeg. Ik ga even ontbijten, maar de meiden slapen nog. En ik ga even kijken wat voor weer het is. En aan de hand daarvan ga ik even bepalen of ik verder ga liggen. Of dat ik aan het strand ga liggen. Ik had een bord fruit. Die is al half op. I thought I would start. Ik ben boos aan het kijken. Cappuccino met havermelk, jus d'orange, croissantjes en zometeen komt ook nog een omelet met enkel eiwit en een champagne. En ik heb een omeletje met alleen eiwit. Nou mensen, ik heb mij even opgefrist en een vriendin van mij en ik hebben afgesproken bij de Mandarin Spa. Ze heeft onze lekkere massage geboekt, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga nu een consultatieformulier invullen, totdat zij er is. En mijn stem is gewoon weer weg, like it's cracked. Ik heb mijn haar gewassen trouwens. Dus ik denk dat ik het vandaag of morgen even ga feunen. Maar het is echt slecht weer, het regent vandaag, dus I don't want that. Ik ben in een soort cocon beland. En het heet de relaxation room. En ik dacht dat, dat ze een massage had ingeboekt. Maar ze heeft een holistic facial voor ons ingepland. So, I kind of want to know what it does. Oh my god.
heb daar een uur, anderhalf gezeten. En ik viel denk ik volgens mij echt binnen 10 minuten in slaap. Mijn huid voelt zo gehydrateerd. Echt sick. Kijk mijn haar. I'm helemaal distraught. Like literally, ik ben zo uitgerust. Deze holistic facial. I recommend. Big time. En ik ga nu even nagenieten van nootjes, thee, water. Na de spa gingen wij inpakken, snel iets eten. En toen moesten wij van hotel verwisselen. Wij zitten nu in El Nassim. Moesten wij van hotel verwisselen, want Mandarin had geen plek tot de derde. En wij gaan nu, ik heb nu dit outfitje aan, maar ik ga zo iets anders aan doen. Ik ga nu onderweg naar dit daartoe. En dan gaan wij padellen. Ik heb net een toernooitje gespeeld. Of althans, een potje. En ik heb gewonnen. En nu ga ik met Kel even overschieten. Hello guys. Lida, Kelly en ik zijn nu even bij City Walk. Wij gaan bij Earth Café wat eten. En ik heb echt de meest chille, nonchalante outfit ever aan. Which makes me very excited. En ik heb echt zin om die matcha boba te drinken. Wij hebben ons eten. Obviously heb ik de Chicken Diablo sandwich. En de blended matcha boba. My favorite. En we hebben pancakes en waffles to share. But to be honest, it's fat fuck number one. And the other one who really likes her sweets. En Kel heeft een English breakfast en Rida heeft een cheese melt with turkey. I was about to say it, but you did it. Oké, wij hebben kaartjes gehaald om naar Avatar te gaan. I'm very excited. We zitten nu bij zo'n sweet-achtige wheels waar je lekker kan liggen. Dus ik ga jullie lekker meenemen en laten zien hoe dat is. En volgens mij kan je zeg maar op je bankje terwijl je ligt en slaapt of whatever je daar ook gaat doen, kan je lekker eten bestellen. So that's a blast. An overview. Who is this? Wij zijn bij La Mer Salt. My favorite, obviously. La Mer is echt leuk om in de avond gewoon lekker te wandelen. Een hapje te eten. Kel is daar. Rida is even de auto parkeren. And I need to go to the toilet. Maar ik heb al besteld. Zometeen gaat die bus er in mijn tas af. Best, best. En dan zit ik met mijn broek bij mijn knieën op het toilet. So, we got salt, obviously. The fave, chicken, Cheetos. And we got the original. En ik heb er tomaat en sla bij gezet. And we got popcorn chicken. And sweet potato fries. En normal fries. Goedemorgen iedereen. Ik zit aan de ontbijttafel bij El Nassim. Ik heb een eiwit omelet met groenten, avocado en watermeloen en ik ga eventjes achter de laptop wat werk verrichten. Oké, guys, ik heb mijn haar net gedaan. Ik heb het nu even vast in de klep bij de mannen. De kapper was aan huis gekomen en we hadden zo een lekkere aan huis massage. Oh, it was amazing. Ik ga zo terug naar het hotel en dan ga ik me even omkleden, want wij gaan naar klep. Mensen, van haren gefeund naar de volgende dag. Wij zijn eigenlijk die dag zijn we uit eten geweest bij Klep en daarna zijn we naar Blue geweest. Maar ik was mijn camera vergeten en mijn telefoon was uitgevallen, dus it's the next day. Ik zit bij Tasha's met Kelly. Het is nieuwjaarsdag en dat houdt in dat het super druk is en downtown letterlijk sluit om 6 uur. Dus wij gaan nu samen even wat eten bij Tasha's. En dan gaan we naar de Everest toe. En daar zijn Mona, Rida en Nini ook. En dan gaan we met z'n allen even klaarmaken. Dan kunnen we rustig naar de mall eventueel. En dan kunnen we de vuurwerkshow zien. En dan gaan we daarna Soul King zien bij Blue. Daar heb ik heel veel zin in. So yeah. Y'all come join us. I obviously got the ice blended coffee. This is so lekker hier. And Kelly also has the same. I got the chicken ramen. Nou jongens, happy new year van de boer
naar jullie. Whee! En wij zijn het nieuwe jaar op het strand van Annecy begonnen. Wij gaan nu even lunchen. I have some fish and chips. En Kel heeft een Caesar salad. En we gaan een bordje water meedelen. Wij hebben ingepakt. Iets van 7 koffers. Het is echt schandalig. And I gotta say, like, 4 of those are Kelly's. Moet ik er wel even bij zeggen. Like, I have 2 big ones and 1 small one. Wij zijn onderweg naar de airport. Vadim meet ons daar. Want zij vliegt met ons mee terug. So, it was a blast. Dubai, we had fun. Een goede start van het nieuwe jaar. Ik heb wel zin om lekker terug te gaan. Mijn huisje weer in. Even lekker schoonmaken en alles op orde krijgen. Ik heb weer mijn Alexander Wang pak aan. Ik heb die gewassen. No worries. Sabah al khayr, habibatus en habibis. Ik ben lekker thuis. I missed my home so much. Can y'all tell, I'm so refreshed. Deze 2 weken bijna weg hebben me echt goed gedaan. Ik ben terug. Ik ben koffie aan het maken. Voor onderweg. Ik ben lekker op tijd ook. I love this for me. New year, new bitch, who this? Ik ga naar Amsterdam toe, want ik heb een meeting met Tessa en Fabiana. Een hele leuke meeting. En ik hoop dat ik jullie daar echt wel meer over mag vertellen. En dat ik gewoon meer mag delen met jullie. Because a lot has been going on in my life. Daarna moet ik aan Omari werken. Heel spannend, want Omari komt bijna in het voorjaar. Dus bijna richting lente. Zoen dus. Is het er? Ik ga even snel mijn koffie maken en de auto inspringen. Because I need to hurry. No lightning. Lightning. Made my coffee to go. And the after movies are like literally one of my faves. Ik ga jullie eerlijk zeggen. I love those high school pretty boy movies. Who actually like have something to say. It's like I'm totally in love with Austin. Oké, ik ga nu, want ik praat alweer veel te veel. Dan werkt het niet als je controlemechanisme, die je dus hebt, als je die niet naleeft, omdat je zegt, bij die paspoort. Het gaat van Habibas naar Habibotos en whatever. Naar senior, weet je, ik ben voor alle talen thuis. Maar ik ben al in Amsterdam, ik heb mijn meeting gehad. Naar mijn gevoel ging het echt heel goed. Dus ik ben benieuwd naar de terugkoppeling. Ik ben nu... Sorry, dankjewel. Ik ben nu even bij de PC, want ik moet 2 dingen checken. En ik wil een espresso kopjes halen en dat is toevallig ook gewoon hier. En dan ga ik weer terug, want mijn moeder heeft voor mij gekookt. Ik heb echt zin in mijn moeders rijst met kipspiesjes en Marokkaanse salade. Salade, salad. Oh my god, I'm so funny today. I don't know what it is. Misschien moet ik een beetje koffie op. En dan rijd ik terug naar Rotterdam. Nog voor de file. I swear, dit jaar, ik ben wat punctueler dan de afgelopen jaren. Althans, ik probeer dat een goed voornemen voor mezelf. Sorry bus. Ja, dat ging goed. Ik heb het overleefd. Maar ik ben wat punctueler. En I really love that for me. En dan ga ik lekker terug. En dan heb ik vanavond nog een Rose Cycle klasje. En dan ga ik lekker op de laptop werken. En vroeg naar bed. I feel so energized. En dat was mijn spreekwoord weer. Ik sta in de file. Ik wil jullie echt iets leuks laten zien. Jammerbellen. Zeg eens nog een keer. Oh. Nou, ik ben thuis. Ik zeg jullie eerlijk, ik ga voor 1 ding bij mijn moeder. Ik kom met 20.000 dingen terug. I'm gonna show y'all what she gave me. Maar hoe lief, ik kom thuis en ik heb bloemen ontvangen van Mina. En op het kaartje staat mij Allah subhanahu wa ta'ala, answer all your prayers. Wij hadden gisteren samen een lesje yoga. En als Mina en ik samen zijn, dan hebben we altijd echt goede gesprekken, vooral over religie. So I really appreciate these flowers. Super lief. Ik ga ze echt een mooi plekje geven. Ik heb ook een perspakketje van La Mer ontvangen. En ik wou even mijn... This is probably one of my favorite creams ever. En vooral met de koude dagen.
is perfect. Thank you. Over tot het onderwerp van de dag. Mijn moeder heeft in allemaal bakjes haar beroemde rijst. Ridda wordt altijd echt gek van haar rijst en kip gedaan. Want ik heb gezegd dat ik weer op mijn voeding ga letten. So she did some meal prepping for me, I guess. And like Moroccan salad. Jullie weten zelf. Als jullie iets willen, huisgemaakt. Call my moeder. Zij is catering service. I'm telling y'all. En als jullie dachten dat dit niet genoeg is, heeft ze natuurlijk weer mandarijnen aan me meegegeven. Ze is naar de markt geweest. She got me some mandarins. Or orange. Or clementine. Hoe je dit ook wil noemen. Maar ik heb sowieso geen vitamine C tekort. En als je dacht, hey, Selma, ik hoop nu dat je uithongert. Heeft ze ook nog eens een watermeloen. Omdat ik in Dubai echt veel watermeloen had. En toen zei ze, ik heb Zuid-Amerikaanse watermeloen voor je. Dat is nu wel de tijd daar voor watermeloen. En deze is zoet. Zo, alles heeft een mooi plekje gekregen. Look at my flowers. I put them here. Ik dacht even iets anders. Cute, hè? Dit hoekje nu. Dus als ik straks nog de kaarsjes aandoe bij het kijken van de film. It's very giving. Ik ga me omkleden. Het is bijna 17:15. En ik... Oké, zo meteen even mijn badkamer even goed sorteren, je weet toch. Can't be having my house be a mess again. It's giving sphere. Ja, ik heb nog 8 minuten om het huis te vertrekken en naar Recycle gaan, want ik heb weer een klas van Shisha, want ik ben zo lang niet geweest. And I'm very excited to go again. Dus ik zie jullie after Recycle. Ik ga even kijken wat Ridda doet. Misschien wil hij een bakje rijst met kip. Because I share with my friends. Ik ga hem even bellen voordat ik mij om ga kleden en dan ga ik zeggen ja, hey. Maar ik weet niet of hij klaar is met werken. Ik denk het wel. Als hij niet klaar is met werken, gaat hij heel droog reageren en kortaf. Als hij klaar is met werken. Ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren over me. I wanna let y'all hear. Hallo. Ewa, habibi. Neem eens op, camera. Waar ben je? Bij mij. Oh, huh? Zo, sinds wanneer spreken jullie alleen af? Bin? Ik herkende je ossel niet. Ik moest even dubbel kijken. Maar fuck, gaan jullie... Je schat, je bent hier zo vaak geweest. Hij heeft alleen je bank gefilmd, niet zo gek doen. Ja, je weet toch, maar je weet toch. Dus jullie spreken af en jullie nodigen mij niet uit. Oké. Okay. We hebben je buiten gesloten, man. Oké. Okay. My mom made me some rice and chicken. Do you want that? Yes. Hoeveel? Ja, ze heeft echt 4 geruime bakjes gemaakt. En ook Marokka. You wanna see what she did? Oh, je ziet alleen maar een groot hoofd. Ze heeft echt veel gemaakt. Oh. Ja, en ook Marokkaanse salade. Dus als je wil, want ik ga zo naar Recycle. Ik weet niet of je er dan nog bent. Maar dan kan je uit de koelkast een bakje pakken. Van wat je wil. Lekker. Tell her how my mom's rice is volgens jou, Ridda. Ja, dat is echt. Ja, zeker goed koken. Ja? Ja, Ridda houdt van mijn moeders koken. Ik ben gelijk onder indruk, hè? Ja, je moet je bij mij maar een keer meenemen. Ja. Ja, je moeder kan goed koken, ja? Ja, ja, dat is echt goed. Ik vind jij kan ook, zeg maar. Jawel, maar ik kan ook wel koken, maar mijn moeder is a different breed of goed ja, kunnen koken. Ja, oké, maar ik ging iets eten, dat iets van mij was, like... Deze bitch weet wel wat zij doet, zeg maar. Oh my god, besef. Ik was gewoon 3 minuten te vroeg. Nou, te vroeg, ik was 3 minuten voordat ze begonnen met de les, was ik er. Ik was zo blij dat ze me nog zag en me gunde echt. Shoutout naar Team Recycle. I love to do it. Ik vond het wel weer lekker dat ik ben geweest hoor. Maar ik ben natuurlijk weer mijn fles water in de auto vergeten. Waar had ik het gezet? Oh mijn god. Oh mijn god. Wow, Selma, je stuur. Fakka, wat is dit? Maar goed. Ah, ik vond het echt weer lekker om te gaan. Ik ben helemaal bezweet. Ik ga thuis lekker douchen. Ik ga nog wel even dankjewel sturen dat ik nog naar binnen mocht. But I'm so happy. Ik zie jullie als ik thuis ben. Echt jammer, Rolla.
Hij dacht ik kon wel stoppen. Hij dacht, wow, your mom is so sweet. She prepped it for us. Top-notch prep food gewoon. Maar doe dan twee opwarmen, dan eet ik samen met jou. Ik ook een salade. Oké, guys, ik ga lekker slapen. Mijn bed roept mij. Kaarsje uitblazen. Ik hou ervan om met de geurkaars te slapen. En het uit te doen voordat ik ga slapen. So I can smell it. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Een beetje een lange vlog. Maar I guess y'all deserve it. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En tot de volgende. Ciao. Je moet niet denken dat ik ben los.